Welkom bij Utrecht Recht. Wij hebben deze maand de ringsling in de spotlight staan. Ik dacht van, laat ik ook nog maar even laten zien hoe je de ringsling omdoet. We hebben al eerder laten zien hoe je de doek door de ringen heen laat. Als je hem dan om hebt, heb je hem gewoon over één schouder één hangen. Je zorgt dat de ringen voor je schouder zitten. En dat je de stof even controleert of die niet gedraaid zit. Als je dan voorbereid bent, pak je je baby erbij. Ik heb geen baby, dus ik gebruik een draagpop. Ik heb mijn baby ongeveer een boordjeshoogte liggen op mijn schouder. Ik ga met mijn hand door de doekbaan heen. Ik pak de voetjes en ik laat mijn baby erin zakken. Met de knietjes. Op de doekbaan en dan zakken de billetjes er vanzelf overheen, zodat de baby goed in de juiste uitgangspositie komt. Dan kijk ik even van, hé, mijn ringen zijn iets gezakt. Ik til mijn baby iets op en ik schuif de ringen weer terug. Als ik dan denk van, dat zit goed. Baby op de heup. Wat ik zelf altijd doe is van achteren, mijn duim tussen de stof en ik ga je weer schuiven. En ik ga de doek omhoog brengen. Ik maak altijd een klein capuchonnetje wat ik terugsla. Dan zie je dat ik hier losse stof heb. Die breng ik alvast naar de ringen toe. En de stof komt hier vandaan. Dus ik span hem ook diezelfde kant op aan. Want dan verschuiven de ringen niet. Als ik dat heb gedaan, pak ik de stof eronder een rail. Die trek ik naar het eerste been toe. Ik haal mijn hand bij het eerste been. Ik ga naar het andere been toe. Ik pak hem daar weer vast. En dan kijk ik van, deze stof komt van beneden af. Dan trek ik dus ook de stof door de ring naar beneden. Dan kun je nog heel even ietsjes de stof naar binnen vouwen, tot je een heel klein zitje maakt. En dan zie ik van, het midden van de stof mag ook ietsjes strakker. Breng ik ook de stof naar de ringen toe. Ik doe zelf altijd mijn hand in het midden van de stof. En ook hier span ik hem weer aan. Daar waar hij vandaan komt, dus een beetje schuin naar het midden toe. Dan zie ik dat ik nog een heel klein beetje ruimte in die bovenrail heb. Dus dat breng ik ook weer naar de ringen toe. En ik span hem aan. Eventueel kan je nog een doekje erin doen. Ik heb even geen doekje bij de hand. Pak ik de bovenkant van mijn staart. Dan vouw ik gewoon een heel klein beetje naar binnen, zodat het lekker zacht is in het nekje. Er zit een triggerpunt in de nek, waardoor een baby kan gaan strekken. En dat wil je niet in de ringsling. Ik heb één arm wat minder bereik, één arm helemaal vrij. De baby lekker veilig bij me. Heb je hier vragen over of wil je er meer van weten? Neem dan contact op met mij, draagkindje, of met Charlotte. Dragen geeft plezier. Dankjewel.